Eren voor de zesde van vandaag, de Nanda en Trudy Goudsbloemprijs. En die gaan zich op dit moment opstellen achter de startauto. Favoriet, paard nummer 8, Cassidy Bit. Wordt gereden door Caroline Albers. Mijn voornaamste taak is vooral de vier Canaries uit elkaar houden. Gelukkig zijn ze wel verdeeld tussen groene en gele. De auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. En de start is gevallen, de paarden zijn onderweg, wijd vanaf de buitenzijde probeert Lumière het met een aanval om die leiding te pakken. En dat lijkt nog warempel te gaan lukken ook. Lumière aan de buitenzijde doet een geweldige jas uit, maar neemt de leiding over van Colocpé, die ook voor zijn doen fantastisch is gestart. Daarachter hebben we dan aan de binnenzijde nummer 3 van Love You BR en aan de buitenzijde komt Mistral Ricardo naar voren. Een paard dat graag op een harde manier koerst en dat zal hij vandaag ook gaan doen. Die gaat als eerste de koploper Lumière zo dadelijk opzoeken. Zodra het tempo naar beneden gaat, zal hij opdoemen tot naast de koploper. Maar vooralsnog geeft de Lumière aan kop aardig gas. Heeft hij die lengte voor. Op de tweede plaats daarachter hebben we dan Colocpé. Achter deze deelnemers dan de 3 Love You BR. De 5 Mistral Ricardo zit daar schuin naast. En dan hebben we NLO aan de binnenkant. En NLO die wordt dan weer geflankeerd door Lexia Boko. Achter deze paarden zien we Cassidy Bit. Die heeft nog wat te doen. En dat geldt ook voor paards nummer 7 Fleetwood Max. Twee rondes te gaan en die koploper mag een rustig tempo dicteren aan kop. En krijgt eigenlijk alle gelegenheid daartoe. Niemand die zich geroepen voelt om er wat aan te doen. En het is Colocpé op de tweede plaats. In derde stelling Love You BR. Nu komt hij wel wat dichterbij aan de buitenzijde. De opkomende nummer 5 Mistral Ricardo. Als gangmaker voor Lexia Boko. En aan de binnenkant dan die NLO. En zo gaat er wat reactie komen in deze koers. Maar is het nog altijd wel die Lumière die hier sterk aan de leiding gaat. Aan de buitenzijde Mistral Ricardo. Aan de binnenzijde Colocpé. Lexia Boko wordt gevolgd door Love You BR. Daarachter dan aan de buitenzijde het nummer 8 van Cassidy Bit. En aan de binnenzijde daarvan opereert NLO paard nummer 1. En in de start van het peloton gaat nu ook naar het tweede spoor paard nummer 7 Fleetwood Max. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En het is nog altijd die Lumière aan de kop. Aan de buitenzijde dan paard nummer 5. En dat is Mistral Ricardo. Een vroege aanval komt er al van Lexia Boko. Die gaat in het derde spoor naar voren. En wordt daar de mooie gangmaker voor Caroline Albers. Met haar nummer 8 Cassidy Bit. Aan de binnenzijde is het voor Jim Veldman te hopen dat de ruimte zo dadelijk komt. Met zijn nummer 2 Colocpé. Anders heeft hij echt pech. En het is aan de kop van het veld nog altijd Lumière. Lumière krijgt als eerste de aanval van paard nummer 5, Mistral Ricardo, die geeft nooit zomaar op. Drie dik hebben we nog altijd, die Lexia Boko. Cassidy Bit, die wordt daar prachtig naar voren gebracht. En zo koersen we dan af op de laatste rechte lijn, waarbij Lexia Boko aan de buitenzijde van Mistral Ricardo komt. En deze twee paarden hebben nu de voorsprong genomen op Lumière aan de binnenzijde, die het wat moeilijker begint te krijgen. En aan de buitenzijde komt daar dan de aanval van Cassidy Bit. En vanuit de start van het veld ook een gigant van een outsider Fleetwood Max. Maar het is Mistral Ricardo, na een loodzware koers, heeft hier nog altijd de leiding in handen. En die geeft die niet meer weg ook. Het is de 5 voor de 4, de 8, de 7 en de 1. Een en ander is voorlopig.